Welzijn is belangrijk binnen het WMO-loket, omdat de sociaalwerkers, de welzijnswerkers, de mensen goed kennen, de gezinnen goed kennen en goed kunnen inschatten wat is nou eigenlijk de echte vraag, het probleem, waar liggen ook de mogelijkheden, hoe kunnen we de buurt of de omgeving inschakelen, wat zijn er voor activiteiten waar mensen aan kunnen deelnemen. Dus welzijn kan snel en eenvoudig een antwoord geven op vragen die mensen hebben. Nou, het WMO-loket kan natuurlijk heel veel vormen krijgen, maar wat in ieder geval belangrijk is, is dat je heel dicht bij mensen in de buurt opereert en dat je snel weet wat is er nodig, wat is de vraag, wat is ook de kansen van mensen. En dat kan zijn dat je gewoon het vanuit een sociaal team in de wijk doet, dat je eigenlijk de mensen overal ontmoet en daar hoort wat is er nodig. Het kan op een mobiele vorm door verschillende wijken heen worden georganiseerd. Mensen die niet zelf naar een loket toe komen, dat is altijd een lastige doelgroep. Het sleutelwoord is vertrouwen. Ze komen vaak niet omdat ze er geen vertrouwen in hebben. En dat vertrouwen zul je toch ergens moeten creëren. Bijvoorbeeld bij hun netwerk in de buurt. Ze hebben altijd wel een vorm van netwerk. En als je daar vertrouwen hebt dat je een oplossing zou kunnen bieden, dan kom je vaak wel binnen. Uiteindelijk kost even tijd, maar dan lukt het vaak. Toegang tot zorg en hulpverlening is natuurlijk niet alleen door een fysiek loket. Het is ook vooral door alles wat je eromheen organiseert. En wij hebben natuurlijk ook wijkteams of sociale teams waarin verschillende organisaties actief zijn in de wijk, maar ook achter de voordeur. Samen ook met de woningbouwvereniging om te kijken, is daar hulp nodig? Zitten daar mensen die niet uit zichzelf komen, maar die wel behoefte zouden kunnen hebben aan hulp? Nou, daarbij is de woningbouwvereniging voor ons natuurlijk ook een belangrijke pijler. Ook te zien wat gebeurt er nou in zo'n huis waar je normaal gesproken toch niet komt, ook niet als zorgaanbieder. Voor kwetsbare groepen is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je zeg maar ook even buiten gebaande kaders kunt gaan denken. Want ze komen in een andere positie te zitten door die transities. Dus dat betekent dat je echt hele nieuwe dingen doet. En dat kan eigenlijk alleen maar als je zeg maar als overheid veel ruimte geeft aan organisaties om met elkaar nieuwe dingen uit te vinden en uit te denken en te experimenteren. En als organisaties door ook heel ver te kijken van hoe kunnen we nou onze deskundigheden die we in die verschillende tenten hebben, hoe kunnen we die nou het beste met elkaar bundelen dat we voor deze groep dat tot stand kunnen brengen. En het meest dominante daarbij is, gebruik die groepen zelf, ja, om met hun uit te vinden hoe het moet. En ga het niet voor hen doen, maar doe dat met hun samen. Het gaat er altijd om dicht bij mensen en ook erop afgaan. Als ik een hulpvraag heb in de gemeente Houten, ga ik dan ergens naartoe of komt iemand naar mij toe? Nou, nu ga ik nog steeds naar twee loketten. Maar op 1 mei, op de dag van de arbeid, dan ga ik een lint knippen voor het nieuwe loket. Met al deze dingen erin. En dat zit niet in de gemeente. Nee, niet het gemeentehuis. Nee. Het hele idee achter die decentralisatie is natuurlijk dat de burger, de klant, erop vooruit gaat. Hè. Dus dat je door sneller in de keten of sneller in een probleemproces of sneller in een hulpvraag adequaat op te treden, dat je gewoon veel minder problemen hebt in het einde van een proces. En dus ook niet met allerlei kosten zit die op termijn eigenlijk open eindkosten zijn of wat dan ook maar. Als ik bijvoorbeeld kijk in de jeugdzorg, daarin is het heel erg evident. Hè? We hebben natuurlijk het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast hebben we ook nog het Bureau Jeugdzorg. We hebben nog alles wat daarachter zit. En wat we vaak zien is dat er tussen al die verschillende ketens allemaal indicaties zitten, wachtlijsten voor de indicaties. En dat bijvoorbeeld jongeren eindeloos op zo'n wachtlijst staan en de problemen zich alleen maar opstapelen. Ja, op het moment dat je ervoor kunt zorgen dat je de goede maatregelen neemt helemaal aan het begin, dan is dat en voor de jongeren beter, maar ook voor de kostenstijging. Maar vooral voor de jongeren, want daar doen we het eigenlijk voor. Waar ik ook buitengewoon blij mee ben, is dat ik steeds minder hoor in gesprekken ook met jullie, dat mensen zeggen, ja, maar dat kunnen we niet en die bezuinigingen, dat is een schande. Ik bedoel, dat vinden we misschien wel eens, dat vind ik namelijk zelf ook wel eens. Maar dat we vooral met elkaar zeggen, en hoe gaan we dat doen? Hoe gaan wij zorgen dat we die maatschappelijke opgave, die verantwoordelijkheid die op ons afkomt, hoe we daar invulling aan geven, hoe we daar zelf een rol in pakken, hoe we assertief aan tafel gaan zitten, hoe we zelf vertellen hoe goed we dat wel niet kunnen en met die gemeente gaan kijken hoe het kan. Nou, dat vind ik echt. Daar ben ik heel blij mee, ook op deze bijeenkomst. Dat toch gewoon de toon is die ik het meeste hoor van.